Verschillende renners zijn op verschillende locaties bezig met speciale technieken onder te brengen. En dan hebben we ook Dries van Gestel, de man die dat hier mee deze opleiding zal in goede baan dalen op een soepel verzetje. En dan de snelheid maken, dan de afschakelen om toch voldoende snelheid te krijgen. En dan... ze gun harte, Dries, ze gun harte, jong. Van oud school. Het is een van de onderdelen die dat de mannen hier aan het oefenen zijn. Natuurlijk ook dadelijk het podium van de mountainbikers te garanderen. We wachten daar op de uitslag. Ja, kom maar mee. Thank you.
kom op, hè. Hoi, hè. Om iets met te kijken? Om moet je tegen? Kom op, hè. Goeie, hè. Hey, jongen. Goeie vriend. Proberen om ongeveer de 30 minuten rond te maken. Dat zou kunnen zijn dat dat iets meer is. En dat gaan we dadelijk meegeven bij het beëindigen van de eerste ronde. We wachten op het goedkeuren van de startcommissaris. Kom op, 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 kom op
Berg. Dat van Thomas Daniels van op de Beek. En zien we daar nog Vince de... Maar voorlopig gaan koppen nog steeds Jorben van Staaien aan de overzijde. En dan de andere kant met Jorben. En hier komt Ruben van Velde. Ruben van Velde richting de aankomst. Hij krijgt een meter hoeveel ronden dat er nog moeten gereden worden. En dat is het einde op de juniors, op de 9 tot 12-jarigen. Die dat dadelijk hier voor de eerste maal op de startgrid verschijnen van het legendarische Glosso Auto. Circuit, onze leider Rick Wouters bij de 9 tot 12-jarige Rick Wouters als een volleerde prof vliegt. En dat is even wachten op 3 en 4. Die komen nu op de startgrid. Op nummer 3 is het voorlopig Arne Olgen met toch wat spektakel en eentje die dat toch wat pijn heeft meegekregen daar aan dat slot. Maar Rick Wouters geeft nog steeds van Jetje daar op de bult. De grond die dat... van Staaien. Als een autoracer die stijl Joppe Leijsen. Dus Joppe Leijsen die dat nog steeds teruggeeft aan Robbe Smets. Robbe Smets ook voor hem. Laatste ronde op Robbe van Kampenhout. Robbe van Kampenhout, geboren trouwens op 31. Laatste ronde ook voor Tuur van Laar en Thomas Daniels. En dan krijgen we daarachter Sander Vissenbergs. Ronde, dat zijn Ruben van Velde en Brent op de Beek. Brent op de Beek. Jarig. Voilà, dat is hem. Zeg. Dat is hem. Finish, finish. Einde van de wedstrijd en overwinning van de sterke Rick Wouters. De laatste ronde voor Tuur Leijsen met het nummer 124. Dit laten komen en dan spieken we inderdaad op de ruk van Arne Ongena. Proficiat aan het einde van de wedstrijd. Op nummer 3 krijgen we dan Brik Hermans.
Ook aan Brik, einde van de wedstrijd. En hartelijk dank trouwens ook aan... De categorie of in de categorie, 9 tot 12 jaar. Jorben van Staaien. Hij blijft de druk voelen. De nummer 3 is Robbesmets. Robbesmets ook voor hem. Laatste ronde. Op 4 krijgen we dan iemand hier van de Mampaikes. Dat is Robbe van 12. Dus binnen een goede anderhalve maand verjaardag. Twee cadeaus tegelijk zijn de Antopnies en de verjaardag. Sander Wissenperks. Er komen nog twee aan. Laatste ronde, dat zijn Ruben van Velde en Brent op die aan het trainen. Haha, Big Brother is watching you, hè? Ja, goeie, maar die kan. Dat is wel. Waarschijnlijk wat aan het losrijden om er vandaag een serieuze lap op te geven. En dan gaan we op zoek naar Rick Wouters. Daar gaan we naar op zoek. De man met de nummer 59 is de laatste ronde in het beest. Hij heeft het hoogste schavotje. Feest om die jonge spruiten allemaal naar hier te brengen. Iedere week als het pros is. Proficiat daar. De ronde, dat zijn de Ruben van Velde en Brent op de week. Jarig. Deze man die dat nu onder de kraan is, wel die hebben gisteren gestopt op de hoogte van de Kesselse Heide. Was hij aan het trainen? Haha, Big Brother is wat in uw eigen ding. Vandaag een grote lappen te geven. En dan gaan we op zoek naar Rick Wouters. Daar gaan we naar op zoek. De man van de berekenen 15. De laatste ronde is bezig. Hoogste schavotje. Voilà, dat is op een hoogte gereden, hier op een hoogste gebied. Dus dadelijk na de wedstrijd, podium in de tent. Zo deze is een podiumceremonie gedeelte van de jeugdgymnasium. Die gaat door na de wedstrijd in de publiekstent. En ik heb ook van Peter Erfos meegekregen dat we een quizvraagje gaan doen. Deze categorie van de categorie, 9 tot 12 jaar. Applaus, de winnaar van vandaag, niemand minder dan Jorben van Staaien. Op nummer 2, ook die handen maar op elkaar, Job Leijsen met de nummer 123. De strijd om plaats 3. Wel, die woedt nog in alle hevigheid hoor. Die is nog niet gestreden. Die zal pas gestreden worden hier op de start. En voorlopig gaat daar aan de leiding. Is het Robbesmets of wordt die nog overtroefd door Robbe van Kampenhout? Dat zou wel eens kunnen. Ik heb meestal een duim over een mes. Dames en heren, krijgen we hier ook de finish van onze jongster. Ik denk dat dat de laatste is. Niklas Hulselmans. En dan krijgen we hier Vince Koerskameel hier dadelijk op de startgrip. Hier op de startgrip. En dan moet hij uit dat wiel komen. Hij moet uit dat wiel komen, Vince, tot die laatste meters. Gaat hij erover of niet? Nee hoor, hij wordt nog repareerd. Ja, aan dat gezicht. Nog een paar meters en dan is ook Brent op de beek als finisher hier. En we stellen voor dat we eerst starten met de jongste categorie. Dat is de categorie 9 tot 12 jaar. En dan vragen we op de derde plaats, onder een begeleidend applaus, dames en heren, Brik Hermans naar het podium. Brik Hermans. Proficiat, Brik, met het behalen van je derde plaats. En vanuit de organisatie door Peter Hermans de medaille. Op nummer 2, dames en heren, Arno Ogenaar.
ook Arne een dikke proficiat en aan de ouders hartelijk dank om tot hier te komen. Op nummer 1, dames en heren, de man die dat als een pijl uit een boog hier over het circuit scheurde. Niemand minder dan Rick Wouters. De koerskameel op het hoogste schavotje. Dames en heren, nog eens een applaus voor dit prachtige podium bestaande uit Rick Hermans, uit Arne Olderen en Rick Wouters. Maar, er is meer. Omdat bij de jeugd het motto is deelnemen is belangrijker dan winnen, gaan we ook de rest van het deelnemersveld mee aan het podium zetten. Op nummer 4 mag ook naar het podium komen, Thibaut Kopp. En ook nog Nicolas Roesselmans. Die mogen ook nog mee op het podium gaan staan. En dan gaan we daar samen een fotootje van nemen. Onder het motto, deelnemen is belangrijker dan winnen. Proficiat man. Leveren ook nog een kleine attentie mee krijgen. Podium bij de oudste categorie van de jeugd, dat is hier de 13 tot 16 jaar. Op nummer 3, dames en heren, Robbe van Kampenhout. Robbe van Kampenhout, proficiat. Met het behalen van je medaille. Op nummer 2, Loppe Leijsen. En dan tenslotte ook in deze reeks een pijl die dat gigantisch snel uit de boog is vertrokken. De winnaar van vandaag, Jorben van Staaien. Proficiat, Jorben met de overwinning hier in Arnhem. Een prachtige trofee van Peter. En dan toch ook nog een prachtig applaus voor het publiek. Voor een prachtige podium bestaan uit Robbe van Kampenhout, Jorben Leijsen en de winnaar van vandaag. Jorben van Staaien. Ook in deze categorie mag iedereen mee aan het podium komen. Op nummer 4 vandaag, Robin Smits. Op nummer 5, Thomas Daniels. Op nummer 6, Uur van Laar. Ben op 7, Sander Wissenberg. Op 8, Vince de Pauw. Ook nog een kameel als ik het goed voor heb. Dan tenslotte krijgen we nog Brent op de beek en dan Tuur Leijsen. Dat zou voor iedereen moeten hebben. En voor hen ook een applaus, dames en heren. Want zij maken toch deel uit